Welkom bij een nieuwe editie van Ken je deze nog? Nog. Met opnieuw Joey. Ja, niet weg te slaan bij Ken je deze nog? Nee, je hebt het al eerder gedaan. Ja. Hoeveel games heb je toen aangedragen? Ook een stuk of 8, denk ik. Oké, okay. Met andere woorden, je hebt er nu ook weer een stuk op af? Ja, je moet je maagpijn nog 8 games vol proberen te houden. Het is oké, we worstelen ons er wel doorheen. Maar op basis van 8 games konden natuurlijk al een redelijk beeld schetsen van, weet je, wat voor genre, wat voor type games jij tof vindt. Maar ja, waarom 8 als het er ook 16 kunnen zijn? Precies. Om een nog beter beeld te schetsen? Nou, wat Jay volgens mij zich af... De vorige keer heb ik redelijk gekeken naar mijn jeugd. Dus mijn ontwikkeling van waarom ben ik überhaupt gaan gamen. Dus toen zijn we gestopt PlayStation 2, midden PlayStation 3. En dan nu is de next step. Ah. Want eigenlijk is me gevraagd alleen mijn games van de afgelopen jaren te doen. Maar ja, ik vond het niet... Dan is het niet ken je deze nog, dan is het... Ja, tuurlijk ken ik die nog. Dus ik heb toch geprobeerd het iets diverser te maken. Dus waar gaan we naartoe? Dus we gaan naar de games die in mijn Roaring Twenties toch nog ervoor hebben gezorgd dat ik mijn consoles aanslingerde. Dus dat is, dan zou ik eigenlijk FIFA nu moeten pakken, want dat was wel echt dat was wat we speelden gewoon met mijn studentenmaten. Geen Pro Evo voor jou? Toen al niet meer. Okay. Daar ben ik wel mee begonnen inderdaad, Pro 3, 4. Volgens mij werd het vanaf 5 werd het ineens een stuk minder. 5 was nog wel prima. Dat was in ieder geval de tendens. Het werd minder cool om Pro te spelen en veel mensen gingen over naar FIFA. Veel mensen zaten ook wel op FIFA al, denk ik, de wat meer... De massa, de casuals. Ja, mensen hadden FIFA, omdat daar leukere spelers op het hoesje stonden, denk ik. Maar die heb ik niet... Ja, ik heb hem wel meegenomen, maar ik ga het niet over FIFA hebben nu. Dan is het nog... Ja, die ken ik nog. Ja. Wat ik wel heb meegenomen als eerste, om een beetje een beeld... En ik heb hem ook... Ik heb hem meegenomen. Kijk eens aan. Dat is Tomb Raider, The Rise of... Skywalker wilde ik zeggen, maar dat is niet... Het is The Rise of the Tomb Raider natuurlijk. Wat een gekke titel is. Want dit is het vervolg in de PlayStation 3 uitgekomen volgens mij nog. Of in ieder geval de generatie voor. Nou, in ieder geval, dit is deel 2. Was dat niet Xbox? Nee, op allebei. Deze kwam eerst uit op de Xbox een jaar. En een jaar later kwam die alsnog op de PlayStation 4 uit. En toen heb ik hem meegenomen. En toen heb ik ook deze vette editie met een boekje. Oh, dat is mooi. Ja, dus het zit vette art in. Vaak is dat los van elkaar. Een boekje en een disc. Kostenefficiënt, denk ik. Dus het is en een boekje en het hoesje. En ik moest eraan denken, omdat ik sowieso... Ik ben heel enthousiast over... ik heb net al even gezegd, ik hou van theme parks. En in Londen zijn ze bezig met de Lara Croft Live Experience. Zo. En dat is een soort van theme park, escape room. Dit alles komt samen wat ik vet vind. En deze game, toen moest ik ineens weer aan deze game denken. En hoe ongelooflijk vet ik het vond. En ik vind het er nog steeds gruwelijk uitzien. Het heette Rise, maar ze was dus eigenlijk het vorige deel was ze al gerised. Maar het ziet er toch vet uit, jongens. Zeker. Voor mijn gevoel ook, want ik vind Uncharted heel erg vet. Omdat ik hou van Indiana Jones, ik hou van avonturen. En eigenlijk vond ik dat deze game het nog net even iets beter deed. Omdat het was één level wel. Dus het gaf een iets meer open wereldrig gevoel. Ondanks dat was het niet. Het was nog steeds gangetje. Mm-hmm. Maar je had die tempels en die kon je bezoeken. En die hoefde je niet te doen, maar dat kon wel. En ja, ik vind het gewoon. Vind jij dit een vette versie van Lara Croft? Ik heb de reboot, zeg maar. En deze heb ik met veel plezier gespeeld, inderdaad. Ja, ik vond het een goede vertaling naar Here and Now, zeg maar. Ja. Ik ben opgegroeid natuurlijk ook met de eerste Tomb Raiders op de PlayStation en zo. En althans opgegroeid. Ja. Toen was ik al een volwassen vent. Ja, ik ben er wel een beetje mee. Ik was toen wel 8, denk ik, of zo, dat die games uit. Ja, dat was 6, 7, 98 of zo. Rond die tijd begon Lara Croft haar lange trektocht door verschillende werelddelen. Ja. En ik vond dit een hele mooie... Ik bedoel, dit is een met respect voor de originele, een mooie vertaalslag. Er zijn ook nog delen, volgens mij, daarvoor uitgekomen die niet zo goed uit de verf kwamen. Nee, je hebt nog wel wat... Je hebt Tomb Raider Legends en zo had je op een gegeven moment. Dat vond ik ook nog wel aardig. Ze hadden op een gegeven moment hebben ze de eerste helemaal... 20th anniversary of zo hebben ze de eerste nog een keer gemaakt. Met ook, denk ik, PlayStation 3, PlayStation 4 tijdperk. Vond ik ook wel vet, maar het is inderdaad ook een tijdje helemaal weggezakt geweest.
En hiermee, het enige wat ik gek vind, ze proberen er een beetje een origin story van te maken. Dus uiteindelijk groeit ze toch een beetje toe naar de stoere Lara die we dan uit de eerdere game had voor mij niet gehoeven. Ik vind het wel gewoon vet dat ze het inderdaad naar het nu hadden gezet. Het was gewoon een toffe chick die gewoon heel veel karakter had en die op doorzettingsvermogen alles voor elkaar kreeg. Ze had een pijl en boog. Dat vind ik altijd vet. Ik vind het een vet wapen. En volgens mij had haar vader... Er hing een raar verhaal om haar vader. En zij ging uitzoeken hoe dat precies zat. Klopt. En hierna is nog Shadow of the Tomb Raider gemaakt. En die heeft het denk ik iets minder gedaan. Want nu heb ik het gevoel dat, dat het niet meer echt aan gewerkt wordt. Een nieuwe Tomb Raider. Dat weet je nooit. Nee, dat is waar. Dit is zo'n franchise die kan eventjes gewoon een tijdje in de schaduw zich bevinden. Of gewoon eventjes... Ja, je hoort er niks van. En dan opeens 3-4 jaar later van... er komt er een nieuwe Tomb Raider. Ja, nou, ik hoop het. Want ik vond dit echt een ijzersterke game. En ik zou dit zo weer spelen. Omdat het ook gewoon een vet verhaal heeft. En je hebt ook zo'n game die je lekker in een weekendje uitspeelt. Vind ik ook altijd wel fijn. Zullen we naar de volgende gaan? Sure. Rayman Legends. En die stond op een gedeelde plek met Donkey Kong Tropical Freeze. Maar dat, je moet keuzes maken als je maar 8 games mag noemen. Visueel echt een hele vette game. Ik hou van, dat komt er nog een paar keer terug, gewoon getekend. Dit is tijdloos. Dit blijft voor altijd mooi. Dit blijft voor altijd vet. Het is alsof je in een schilderij bent beland. En dit is gewoon helemaal mijn type game. Dit is op het oog heel simpel. En als je naar het einde van het level wil komen, is het ook heel simpel. Maar ik moet alles hebben. Ik moet alles verzamelen wat er te verzamelen valt. En dan is dit gewoon zoveel content. Dan ben je hier echt zo lang mee zoet. En ik weet ook nog, volgens mij heb ik voor €5... heb ik hem een keer uit de PS Store weten geslingeren. En daar zat dan ook nog Origins, volgens mij. Dat was het deel hiervoor. Zelfde stijl zat daar ook bij. Zo. Dus dat was echt... dat is misschien wel de beste deal die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Ja, kijk, dit ziet er toch prachtig uit, Skate. Maar was het zo makkelijk? Nee, het was niet... Dat was toch behoorlijk uitdagen? Nou ja, dat is met dit soort games. Dat is met de Donkey Kongs, maar dat is ook Crash Bandicoot. Al dat soort games, platform games die ik heel vet vind. Ja. Is als je gewoon naar het einde van het level wil komen, dan valt het wel mee. Maar als je inderdaad alles wil verzamelen, als je alle... Ik weet niet eens hoe die dingen heten. Loomings? Ik heb de game niet gespeeld. Oh nee, you're missing out. Maar dat is niet jouw type game, denk ik. Hè? Nou ja, kijk, een Ori en de Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps. Mm-hmm. Dat soort games vind ik ontzettend tof. Ja. Het is in principe voor een groot deel wel hetzelfde als dit. Maar ik kan niet te veel van dit soort games handelen of zo. Oké. Ja, ik hou ervan. Het heeft iets heel kiddies. Maar het is ook tegelijkertijd best wel moeilijk. Een beetje. Ja, ik hou wel van die kiddiness. En ik denk dat veel mensen daar ook op afschrikken. Maar dit, kijk, en het is niet zo moeilijk als de moeilijke games die jij vet vindt om te spelen. Weet ik niet. Maar dit is wel, die uitdaging die jij daarin vindt, denk ik, die vind ik in dit soort games. En het is voor mijn gevoel, het kan op een wat rustiger tempo. Je kan eerst even een beetje kijken hoe dat level zit en dan uiteindelijk heb je je flow en dan kom je er doorheen. Misschien is het eigenlijk wel precies hetzelfde, maar dit doet dat voor mij. Er zijn raakvlakken, absoluut. Ja, dit daagt mij uit en ik snap ook dat mensen denken het is een hele makkelijke game als je er inderdaad doorheen race. Maar als je er is niemand die dat denkt volgens mij. Nee? Nee. Nou, ik heb wel eens mensen Crash Bandicoot zien spelen en die willen dan gewoon het einde van dat level halen. Ja, dan is het niet zo moeilijk. Toch? Nou, ik zie mensen Crash Bandicoot die zijn getergd wanneer ze dat spelen. Omdat ze wel zo vaak doodgaan. Ja, je wilt toch gewoon alle appeltjes en weet ik veel wat allemaal. En dan, there's a price to pay, weet je. There is. Ja, ik vind dat vet. Ik hou van die cartoonstijl. Speaking of cartoons. De volgende is South Park The Stick of Truth. Heerlijke game. Hele leuke game, hè? Ja. Ja, ik heb overal een mooi verhaaltje bij geschreven om mij te herinneren waarom ik het zo vet vond. Heb ik hier niet bij gedaan. Omdat ik gewoon... dit is denk ik de perfecte afspiegeling... De perfecte film/serie-game ooit. Er is nog nooit een film of serie zo goed vertaald naar een game als dat deze dat is. Dat durf ik niet te stellen. Volgens mij die Guardians of the Galaxy game is... Ik heb daar een larische review over gegeven in de tijd. Maar ik heb die afgelopen week, omdat ik toch thuis zat, heb ik die opnieuw uitgespeeld. Omdat je kan het verhaal aanpassen. Okay. En eigenlijk nu ik hem nog een keer speelde, ben ik minder larisch dan dat ik... was. Zeg maar. Het verhaal is nog steeds heel vet, maar de gameplay, ja, dat is hierbij eigenlijk ook wel een beetje. De gameplay is natuurlijk achterstallig aan het verhaal, maar ja, het South Park heeft natuurlijk het geluk, of het is South Park, dus je zit echt een aflevering te kijken en dat is bij Guardians niet zo. Je zit wel echt naar een game van The Guardians. Dat is waar, dat is waar. En dat je daar dan zelf invloed op hebt, is gewoon heel erg leuk. Het hele Stick of Truth verhaaltje is gewoon funny. Er gebeuren net genoeg dingetjes in de gameplay om het af en toe verfrissend te houden. Want het is eigenlijk gewoon een hele ouderwetse RPG. Ja. Je bent een nieuw kid.
En je bent dus ook een beetje het sulletje. Je wordt de hele tijd belachelijk gemaakt. Ja, kijk dan, dit soort dingen. Het is gewoon South Park wat South Park moet zijn. En ik vind South Park vet, nog steeds. Ja, ook, kijk je het nog steeds? Niet fanatiek. Het is niet zo dat ik elke week als er een nieuwe aflevering komt er klaar voor zit. Maar er zijn wel momenten dat ik dan denk, oh ja, dan kijk ik gewoon weer alles. En het is altijd actueel. En hoe ze het maken is natuurlijk heel erg vet. Dat ze letterlijk week voor week die afleveringen maken. En de game is natuurlijk iets minder actueel. Maar het gaat wel gewoon in op 100 jaar gamegeschiedenis en nerdgeschiedenis. En hierna kwam volgens mij nog die superhelden variant, de Fractured Butthole. Zo. Die was ook heel erg tof. Ook heel leuk, ja. Ja, zeker. Alleen ik heb toen de fout gemaakt omdat ik vond het zo vet dat ik hem meteen daarna ben gaan spelen. En dan was het wel weer heel veel van hetzelfde. Ja, ja, maar dit kan ik over. Ik heb die dus nooit uitgespeeld. En die kan ik in principe nu op gaan pakken, want het ziet er nog uit zoals het er altijd uit gaat zien. Als ze over 20 jaar deze game maken, ziet het er ook nog zo uit. Maar als je de echt oude South Park afleveringen erbij pakt, dan zie je wel van, oké, dit is oud. Ja, fair. Ook anders maar ik denk anders dat geproduceerd. Toen nog gewoon echt met karton het aan het knippen waren. Precies. En nu wordt dat natuurlijk gewoon met de computer gedaan. Ja. Dat moet ook wel, want ze maken dus in 5 dagen maken ze zo'n aflevering. En soms denken ze op de laatste dag, gaan het toch anders doen. Het is ook een van de eerste games die ik ook wel ooit speelde. Dat was denk ik South Park op de PlayStation 1. En dat was echt een rol gewoon. Dat was heel kut. Maar deze was heel vet. Dus die heb ik meegenomen. Ja, mooi. Dan gaan we naar The Witcher 3. Een beetje een inkoppertje, maar dat was voor mij... Dat duurde... Beetje makkelijk scoren dit. Ja. ik ben denk ik wel 4 keer aan die game begonnen. Ik kwam er maar niet in. Dat hoor ik bij veel mensen. Die eerste 2-3 uur is een drag voor veel mensen. Dat is het echt. Ik denk totdat je op een gegeven moment een Griffioen? Griffioen? Ja. Het eerste baasachtige creature'tje, ja. Dat heeft dus echt heel vaak geduurd. Ik heb die game een keer teruggebracht. En uiteindelijk heb ik hem ook weer een keer voor €15 of zo toch nog een kans gegeven. En toen heeft die game mij gepakt bij de ballen. Toen ben ik echt maanden niet op mijn werk verschenen. En omdat ik dit aan het spelen was. En ik zat hier zo diep in. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment in een dorp kwam en dat iemand tegen me zei, je hebt mijn broer vermoord. En dat was gewoon een random guy voor mijn gevoel, die ik uren eerder al had doodgeslagen. En dat kwam later in die games en die was boos op mij. En dat vergeet ik nooit meer. Dat vind ik, de way of telling a story is zo, ik weet niet waarom ik dat in het Engels zei, maar de manier van hoe ze het verhaal vertellen is zo, ja, dit heeft iets met mij gedaan wat daarna ook bijna niet meer gebeurd is. Red Dead kwam in de buurt, maar dit vond ik dan iets te rechtlijnig in de missies. Mm-hmm. En hiermee had je gewoon het ultieme gevoel van vrijheid. Maar er waren wel de hele tijd stukjes verhaal die terugkwamen. Bijvoorbeeld dat op een gegeven moment hadden ze zout voor de deuren gelegd in dat dorpje. Dat soort dingen, dat zorgde voor immersie die ik daarna niet meer heb gezien. Dus dit is absoluut... dit is een van de vetste games die ik ooit heb gespeeld. Ik krijg bijna weer behoefte om hem opnieuw te gaan spelen als ik dit weer zo zie. Het is lang geleden dat ik hem heb gecheckt. Ja, ik heb daarom ook wel, wat het in Brieven Maandag even over Elden Ring. Het is natuurlijk wel een ander soort game, maar doordat het verhaal dan weer door George R. R. Martin is geschreven, geeft het toch me het gevoel dat ik misschien ook daar dat een kans moet geven om in zo'n episch verhaal als dit gesleurd te gaan worden. En ik weet niet of ik dan van een koude kermis thuis kom. Waarschijnlijk sowieso over hoe moeilijk het is, maar wel misschien de epischheid van een verhaal die ik mee kan gaan maken. Nou, ik moet zeggen dat ik heb deze game ook op de Death March stand uiteindelijk voor een tweede keer gespeeld. De hoogste moeilijkheidsgraad. Ja. Dat was ook wel gewoon echt vies uitdagend, hoor. Ja. Zeker ook bij de DLC merkte ik bij eerste gevecht met zo'n grote pad in een van die twee DLC's, in een grot of zo. Op Death March, dat was bijna onmogelijk, man. Daar heb ik uren in vastgezeten. Maar ja, weet je, Elden Ring zal zeker ook uitdagend zijn, maar ja, dit vertelt een verhaal op een totaal andere manier dan Elden Ring zal doen. Hmm. Dus George R. R. Martin is eigenlijk een beetje een sales pitch. Het heeft niet echt... Hij heeft absoluut wel een rol gespeeld. Hmm. De interactie tussen de characters, het soap gedeelte, zeg maar, bij de characters, dat is voornamelijk door hem gedaan. Maar het is lang niet alleen niet George R. R. Martin die alles geschreven heeft. Zeker niet, zeker niet. Kijk dan ga je op je paard galopperen. Ja, prachtige game. Ja, en nu is natuurlijk de serie seizoen 2 ook net uit. Dus daar ga ik nu ook. Seizoen 1 kwam ik ook niet doorheen. Net zoals de game eigenlijk kwam ik door seizoen 1 ook niet. Maar 2 is gelukkig een stuk beter. Heel goede dingen over seizoen 2. Dus dat ga ik ook lekker kijken. En dan ga ik door naar mijn volgende game. En dat is... Ik moest dus games van later in mijn leven. En wij hadden in ons huis hadden wij een GameCube.
Dus ik ging pas Gamecube 100 jaar naar de Gamecube, zeg maar. En een van de games die ik daar had was SSX. Volgens mij was het 3. En dat is gewoon Tony Hawk, maar met een race element. En het was ook een beetje omdat het is wat we hadden. Maar dit is wel, kijk dan. Ik vind het heel vet. Ik vind het nog steeds vet. In mijn herinnering heeft het een hele vette soundtrack. Maar als ik het nu luister, heb ik daar al mijn vraagtekens bij. Maar dit EA Big bestaat volgens mij ook niet meer. Denk het niet, je had toen ook, je had FIFA Street en je had NBA Live volgens mij. En dat waren, ja, wat ik zeg, ik had net zo goed Tony Hawk mee kunnen nemen. Maar voor mijn gevoel heb ik die de vorige keer ook al kort benoemd. Oké. Okay. En dit is dat eigenlijk. Het is heel erg over de top. Het zijn tricks die in het echte leven niet kunnen. Ja, maar het speelde zo lekker, man. Het speelde heerlijk. Ik was volgens mij Cody of zo heette mijn character. En ik weet ook niet of dat deze was, maar of dat het een ander deel is. Maar dan kon je dus, je kon hem een weerwolf maken. En mijn snowboard was een kartonnen doos. Dat is waar ik mee speelde. En je kon tegen elkaar racen. En bij de ene race ging het om hoeveel punten je haalde met je tricks. De andere ging het letterlijk om wie naar beneden gaat. De bergen stortten inderdaad soms in. Dus je had dan een lawine en dan had je ineens een hele andere baan. En dat ziet er nu niet meer uit. Maar dat zag er toen uit alsof je echt in de sneeuw stond. Met een plank onder je voeten. En ja, dit is gewoon echt, dit is zo'n fun game. Dit is wat veel mensen, we hadden ook Mario Kart, maar ik speelde liever dit tegen elkaar. En op de PlayStation 3 is er toen nog een keer eentje uitgekomen. SSX heette die weer gewoon, van lekker back to basics. Mm-hmm. Cool om dan gewoon de plausibele naam te nemen. Maar die was minder vet, want toen kon je niet meer tegen elkaar in de splitscreen. Toen kon je alleen nog maar online. Oh dat, ja. Dit zijn van die games, en dat zeg ik vaker, ik wil dit gewoon met vrienden op de bank. Ik wil een klap kunnen geven als iemand me inhaalt. Ik wil kunnen schelden. En dat vind ik leuk als dat gewoon tegen elkaar is. Maar ik heb hier echt heel veel plezier mee gehad. En daarom heb ik hem meegenomen. Ja, ik zie ook meteen de eerste seizoenen Game Kings terug in dit. Zeg maar. Begin 21ste eeuw. In een tijd waarin dit soort games echt nog flink populair waren ook inderdaad. Ja. Maar die extreme, het was natuurlijk ook een beetje, volgens mij, dat waren de MTV-jaren van Jackass en zo. Dus van die extreme sports waren cool. Ja. En daar speelde dit gewoon heel slim op in, denk ik. Ja, Ubisoft heeft het recentelijk weer geprobeerd met Riders Republic. Mm-hmm. Oké, game, maar wordt niet opgepikt. Niet massaal, nee. En terwijl het niet eens zo'n slechte game is, maar ja. Het is ook weer zo'n kwestie van, ja, past het toch wel in het tijdsbeeld of zo? Ja, maar wat is dat dan? Willen mensen meer realisme? Of wat, ja, ik vind dit. Ja, of misschien zijn dit soort games vervangen door voetballen met autootjes, weet je wel? Is dat het nieuwe? Is dat dit nu? Zeg maar een beetje, dat, ja, ik weet niet. Ik vind het in ieder geval heel vet en ik zou hier heel graag een nieuw deel van zien. Dat zou ik. Ja, sluit het niet uit. Sluit het niet uit. Nee, het zou zomaar ook weer een titel die altijd een keer weer van stal gehaald kan worden, denk ik. Het zou zomaar weer eens een keer kunnen gebeuren. Dan gaan we weer naar een fysiekertje, heb ik meegenomen. Oh. Mafia 2. Ook een beetje makkelijk scoren. Alhoewel, ik denk dat ook heel veel mensen die game niet open wereld genoeg vonden voor een open wereld game. Maar dat vond ik er in de tijd echt heel erg vet aan. Ja, maar omdat mensen het blind vergeleken met GTA bijvoorbeeld of zo. Dat maar was het. Dit is veel meer. Ja, het is gewoon story driven in een semi-open wereld inderdaad, maar redelijk lineair, toch? Als je naar rechts reed en je moest rechtdoor, dan had je er niet zoveel aan, maar het kon wel. Dat Precies. was eigenlijk dat er open wereld aan was. Maar daardoor deden ze wel dingen, daardoor was het wel sfeervoller, voor mijn gevoel. Ja. En de eerste scène in die game is, dan zit je in de Tweede Wereldoorlog te schieten, dus een beetje overkapte tutorial, maar daarna kom je in de sneeuw die stad binnenrijden en dan loop je met je koffertje, terwijl kinderen sneeuwballen naar elkaar aan het gooien zijn en de van die oude wetse jaren 50, 40, 50 kerstmuziek speelt. Je waande je meteen in de 50s inderdaad. Heel erg vet gedaan. Ja, zeer sfeervolle game. En ja, prima verhaal. Super, ja, wat je van een maffia verhaal verwacht. Mafia 3 kan hier nog niet de schoenveters van strikken. Nee. En dat is jammer. Ja, ik denk dat als we voor Mafia 4 zouden gaan, dat ze dan beter weer terug kunnen gaan naar de maffia zoals we die kennen. De Italian mob, zeg maar, weet je wel. De Amerikaanse Italian mob. Ja, dat past toch wat beter, denk ik. Moet daar weer even tijd voor zijn, denk ik. Dat zijn van, weet je, op een gegeven moment ben je wel een beetje weer maffia moe. Je kent dit steltje natuurlijk wel. Dus dat moet misschien even een paar jaar niks zijn. En dan inderdaad zou ik het heel vet vinden als over een paar jaar gewoon Mafia 4 in deze. Want dit ging ook volgens mij gewoon verder waar deel 1 stopt. Of was het ervoor? In Mafia 3 komt nog wel eventjes de hoofdrolspeler van Mafia 2 langs, geloof ik.
Ja. Ja, aan het einde of zo. Ik weet het niet eens meer. Ik weet het ook niet meer. Ik denk niet dat ik Mafia 3 heb uitgespeeld, als ik heel eerlijk ben. Er was iets met dat hij bejaard was in zijn tuintje of zo. Ik weet het niet meer. Klopt, ik heb dat een keer gezien, maar dat is... Ik weet niet wat ik er nog meer over kan zeggen, behalve dat dit voor mij... Ik vind het een van de vetste verhaalvertellingen ooit in een game, denk ik. Zo, toe maar. Ja, nou, dit is mijn thema dan ook, want ik vond Tomb Raider een vet verhaal. Ik vind The Witcher ook, dat vind ik het allervetste verhaal. En dan Mafia 2, een goede derde. Dan gaan we naar, ook weer op diezelfde GameCube. Die had ik op de PlayStation 2 ook wel gespeeld, maar dat was Prince of Persia, The Sands of Time. Sands of Time. Die game had iets magisch. Het was een sprookje, het was 1001 Nacht, het was de Fata Morgana in de Efteling. Het voelde voor mij in ieder geval heel nieuw dat je met de tijd kon spelen en dat je terug kon. Die game is daarna volledig derailed. Toen kreeg je Warrior Within in en toen zat er rockmuziek onder en de prins was ineens een moordmachine met, I don't know, ik weet niet wat daar gebeurd is ook. Dit is de remake, apparently. Die heb ik niet gespeeld, maar dat sluit ik niet uit. Er is een film op gebaseerd nog een keer. Toen is die game volgens mij ook nog een keer uitgekomen, maar dan met Jake Gyllenhaal. Ja, dus op welke was het ook weer dat je eigenlijk niet dood kon gaan en dat je ook een soort van co-op met zo'n dametje... Die cel-shaded game was dat. Ja, was dat die game? Ja. Toen kon je inderdaad niet dood. Was. Wel heel mooi. Ja, dat was ook gewoon dat dametje zorgde er dan voor dat je ook weer gewoon kon rewinden of zo. Of revived, ik weet het niet meer precies. Maar daar sloegen ze redelijk de plank mis. Maar dit was inderdaad nog wel een toppertje hoor. En dan altijd deze dingen inderdaad. Ja. Het wallrunnen en dan die messen en dergelijke die dan overal rondzwiepten. Ja. Tof ja, die shell-shaded game, dat was inderdaad ook weer op de PlayStation. Dit was PlayStation 2 origineel nog. En het was dan de PlayStation 3 kwam ook weer Prince. Die heette weer gewoon Prince of Persia. Dat was echt in die tijd was het gewoon alleen de titel. En dat was inderdaad minder. Want niet dood kunnen gaan in een game, dat is niet leuk. Want dan heb je geen uitdaging. Ik vond die vervolgen hierop dus ook iets minder cool. Omdat ze iets te erg cool probeerden te doen. Maar dit is een meesterwerk. Als je het mij vraagt. Dit is denk ik de laatste goede Prince of Persia game, als ik me niet vergis. Ja, en dat is ook zo'n serie die we denk ik wel ooit weer die ineens weer opduikt. Ja, als de tijd daar rijp voor is. Maar is het nog steeds van Ubisoft? Volgens mij wel. Ja. Ja. Maar gewoon platformen en dergelijke en actie, dat is toch iets van alle tijden, zou je denken. Ja, nou ja, ik zie het te weinig, want ja. ik hou van. En dan gaan we alweer naar mijn laatste. Je laatste alweer? Ja, mijn laatste. Die heb ik ook niet meegenomen. Ghostbusters, de videogame. Het komt een beetje uit het niets. Oh? Maar hier moest ik ook aan denken. Omdat we hebben het bij Nerd Culture al een aantal keer over Ghostbusters Afterlife gehad. En hoe blij we daarmee zijn. En dat dat voor ons een soort van een glorieuze terugkeer is naar het Ghostbusters universum. Dat is gewoon een hele leuke... overdrijf ik ook een beetje. Het is een hele leuke film. Veel mensen zijn het daar niet mee eens. Heel veel mensen zijn het daar niet mee eens. Maar ik vind dat wel. Kan er ook mee te maken hebben dat de nostalgie voor Ghostbusters bij mij... Ik ben natuurlijk... uit de jaren 90 en het zijn jaren 80 films. Dus ik heb die misschien net iets anders beleefd dan de mensen die daar... Het zijn ook films voor volwassen mensen en die missen misschien een beetje het cynische wat die eerste twee films hadden. Dat is dus in mijn ogen de derde beste Ghostbusters film. Maar toen bedacht ik me ineens deze parel, Ghostbusters de videogame. En het is niet per se de beste videogame ooit gemaakt, maar het is wel wat Ghostbusters 3 moet zijn. Dit is Ghostbusters 3. Mm-hmm. Dus mensen die zeggen van Afterlife is het niet voor mij. Ga dit spelen, want dit is het leent wel veel uit deel 1 en 2. Dus het is wel een beetje fanservice. En het zijn de originele characters ook tenminste. En geen knuckles. Nee, geen kinderen die rondrennen. Het zijn gewoon je original Ghostbusters. En ze busten er op los en busten. Makes you feel good, zeg ik altijd. Dus dit is... Het klopt wel. Ja, het is gewoon zo. Dit is een hele... Het klopt gewoon. Het heeft volgens mij, vat het goed bij de horns wat Ghostbusters 1 en 2, vooral 1... zo vet maakt. En dat maakt dit gewoon een heel... Ja, het is misschien niet de meest solide game, wel prima. Ik kan me niet voorstellen dat deze game destijds goed beoordeeld is, om de een of andere reden. Geen idee, hoor. Nou, volgens mij... Ja, ik denk niet dat het heel goed verkocht heeft per se, want het is ook een lastige franchise om te verkopen, denk ik. Zeker toen. Het is nu gelukt. Maar dat komt ook omdat er heel weinig films uitkomen, natuurlijk. Dus ik denk dat Ghostbusters Afterlife goed heeft gedaan. Volgens mij deed hij het solide. Maar als filmgame in die tijd moest je ook wel van goede huizen komen. Want het meeste was echt bagger. Ja, klopt. En ik denk dat dit een 7,5 was. Dus dat was voor zo'n type game was dat echt wel heel goed. En dat is vooral door het verhaal. En dan niet zozeer de manier waarop dat verteld wordt. Dus de humor, dat voelde gewoon heel erg Ghostbusters. En dat kan ik me nog herinneren. En daarom wilde ik hem toch nog even aanraden.
zodat mensen ja, die Ghostbusters Afterlife net niet helemaal Ghostbusters genoeg vinden, dat die misschien die game een keer kunnen oppakken. Hij is geremasterd, in ieder geval nog voor de PlayStation 4, dus die is misschien nog wel speelbaar. Oké. En dan heb je gewoon een heel leuk Ghostbusters avontuur. En er is misschien nog sprake van dat er backwards compatibility gaat komen op de PlayStation 5, wat betreft PlayStation 3 en 4 titels. Ja. Dus wie weet kun je hem dan alsnog ook op de PlayStation 5 gaan checken. Het zou helemaal top zijn. Ja. Nou, ik heb niet de behoefte direct om. Nee, dat snap ik. Maar als je, het is ook wel, het is voor als je een het is als je een Ghostbusters fan bent. Dus niet omdat je nou de leukste game ooit gaat spelen, maar omdat je gewoon echt een zin hebt in een vet Ghostbusters avontuur en je hebt je videobanden met Ghostbusters 1 en 2 versleten, dan is dit helemaal de game voor jou. Stukje fanservice dus. Ja. Maar goed, dat waren dus jouw 8 titels. Ja. In deze ken je deze nog editie. Ik denk dat dit wel. Ik zie ja van begin 2000 nog wel tot 2009, 2015 zag ik langskomen. Om dan nog een generatie daarna. Acht? Nee, maar dan ik vind het dan dat, niet dat ken je deze nog. Nee, dat zit dicht op inderdaad. Ja. Ik denk dat we nu ver terug genoeg zijn gegaan. Om het een beetje. Om nu jouw gamesmaak wel goed op een rijtje te krijgen. Het lijkt me wel leuk om nog een keer het thema uitzending te doen. Dus bijvoorbeeld inderdaad wel gefranchised games. Met filmfranchises. De beste daarvan of de kutste juist daarvan. Dat lijkt me wel vet om nog een keer te doen. Nou ja, niemand houdt je tegen daarin. Nee, dus dan ga ik daar ook weer 8 van uitzoeken. Duik er lekker in. En dan zien we jou binnenkort ongetwijfeld terug bij een volgende editie van Ken je deze nog? Nog. Jazeker. Tot dan. Yes.